Hey yo, YouTube. Wat is het gekste dat je ooit hebt meegemaakt op een festival? Ik zal jullie vertellen wat het gekste is wat ik ooit heb meegemaakt op een festival. Gekke dingen die ik al heb meegemaakt op een festival. Een fan vroeg eens tijdens het optreden van AC/DC of tijdens het optreden van de Rolling Stones, waar ik aanwezig was, of hij een handtekening mocht hebben. Ik had toen geen pen of papier bij. Ik nam een friet en tomatenketchup en de handtekening was gezet. Ik ben eens een keer met vrijwilligers die op Graspop gingen met een walkie-talkie meegelopen. Ze riepen: security voor macho man, security voor macho man. Iedereen ging aan de kant. Ik heb eens op Pukkelpop in Hasselt, in de Villa Pasta Jam Caravan, op een elektrische drum gespeeld. Het was zo warm dat ik de drumstokken bijna niet kon vasthouden. Petit Bazaar op Pukkelpop aan de Villa Pasta Jam Caravan stond daar eens een keer meer volk bij mijn optreden dan aan de optredens zelf. De camping tegenover het festivalterrein van Pukkelpop was ik eens afgewandeld en ik kreeg van alles gratis van mijn fans. Chips, cola, bier, van alles. Diezelfde camping, toen de Boiler Room op Pukkelpop sloot en een kameraad van mij nog niet wou gaan slapen, hebben we eerst aan de ingang op de camping staan muziek maken en zingen. Daarna zijn we nog over de hele camping gelopen. En daarna, toen de zon opkwam, gingen we pas onze tent in. Pukkelpop. Ik nam eens de verkeerde bus en kwam dus op een van de campings terecht, in plaats van waar ik moest zijn. Pukkelpop. DJ Tiesto draaide en de dansvloer stortte in. Pukkelpop. Ik stond helemaal vooraan aan de mainstage voor Metallica. En toen begon ze te moshen. Ik werd uit het publiek gehaald. Pukkelpop. Alex Agnew deed mij toen heel erg lachen tijdens zijn show. Pukkelpop. De storm in 2011. Toen ik even naar de camping terugging om mij te kleden voor het veranderende weer en ik daarna plots terug op de festivalwijk kwam. Pukkelpop. Een van mijn eerste keren dat ik naar Pukkelpop kwam was het optreden van de White Stripes op de mainstage. Pukkelpop. Ik kwam sinds op de campingwei tegenover de festivalwei. En Billie Eilish begon op de mainstage te spelen. Ik kende haar nog niet, maar zij heeft mij wel naar de mainstage gelokt. Met haar muziek. Rock Werchter. Ik had eens een kater van te veel drinken. En iemand zei me toen, je moet spek met ei eten. Graspop. Ik had toen de laatste nacht zitten feesten en te veel gedronken. Iemand was zo slim geweest om mij eten te geven. Ik werd misselijk. Rock Herk, toen het nog gratis was. Op de camping in een tent, verschillende soorten alcohol door elkaar gemengd, gedronken. En daarna, mijn vrienden, die zeiden,
ja, rook dat maar, dat is een sigaretje. Bleek dat achteraf een joint te zijn. Nooit niet meer heb ik daarna nog een joint gerookt. Rockherk, toen het nog gratis was. Ik was verkleed als Smash, de broer van Slash, van Guns N' Roses. Rockherk, toen het nog gratis was. Ik sliep in een tent, maar fans die blijkbaar dachten dat ik in een andere tent sliep, bekogelden die tent met grote stenen. En dan tenslotte, Camping Kitsch Kortrijk. De eerste keer dat ik daar kwam, in 2019, het publiek ging helemaal uit zijn dak. De tweede keer dat ik daar kwam, vorig jaar, niet normaal, wat een feest. Het botauto-ding stortte bijna in. En ik heb de tapieplei in ons hotel vol met modder gezet. Waarschijnlijk zijn er doorheen de jaren nog veel meer leuke en minder leuke festivalanekdotes van mezelf die ik mij nu zo 1, 2, 3 niet herinner. Maar nu komt de vraag naar jullie toe. Beste kijkers en luisteraars van deze vlog, wat is het gekste wat je ooit hebt meegemaakt op een festival? Jullie mogen dit reageren op dit YouTube-filmpje. Ik ben nieuwsgierig naar jullie reacties. Peace out, YouTube.